Door de moderne technologie die HVL toepast, kun je comfortabeler wonen, werken en recreëren. HVL integreert complexe systemen waar je als gebruiker profijt van hebt. HVL, voorop door mentaliteit. Ad Hoc Callcenter in Alphen aan de Rijn is het full-service telemarketingbureau voor maatwerk in klantcommunicatie. Ad Hoc verzorgt leadgeneratie, agendabeheer voor uw buitendienst en telemarketingprojecten. Kijk op adhoc.nl. MK2 Audiovisueel is partner van Mitsubishi. Bezoek onze website www.mk2.nl. Media Choice. Regionale reclame op internationale zenders. Dag dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe wedstrijd van het WK voor vrouwen onder de 20 jaar. Beelden uit Moskou, waar het licht bewolkt is, bij een graad of 20, iets meer. En de ploegen die in het veld staan zijn de Verenigde Staten, spelend in het wit. Met twee speelsters die in de voorgaande twee wedstrijden een gele kaart kregen. De verdedigsters Kitschik en Wagenfur. En Frankrijk, zoals bekend, altijd eigenlijk spelend in het blauw. Beide ploegen zijn al door. Richting de laatste acht van dit toernooi. Dat is natuurlijk een klein beetje jammer voor de spanning in deze wedstrijd. Maar ja, je kan nou helemaal niet alles altijd van tevoren allemaal uitrekenen. En allemaal al weten. Dus dat betekent in ieder geval wel dat deze ploegen de sterkste zijn in groep D. En dat we normaal gesproken toch van deze twee ploegen van Amerika, Team USA en Le Bleu, de Fransen, iets mogen verwachten. Beide ploegen wonnen de twee voorgaande wedstrijden dus. Allebei 6 punten. En daardoor zijn ze niet meer in te halen voor Congo, het Afrikaanse land. En de Argentijnen, die toch behoorlijk klop kregen trouwens tijdens dit toernooi. Want in de openingswedstrijd van Frankrijk werd Argentinië met maar liefst 5-0 opzij gezet. En de tweede wedstrijd tegen Amerika eindigde in een 4-1 overwinning voor Team USA. Maar het is natuurlijk bekend dat Amerika een grote natie is op het gebied van vrouwenvoetbal. Het allereerste wereldkampioenschap werd ook meteen door de Amerikanen gewonnen. Dan heb ik het over het echte team met de grote vrouwen. Hier de scheidsrechter Eun Ah Hong, afkomstig uit Zuid-Korea. Zij heeft de leiding in dit duel. Wat dus gaat om de eer en om de eerste plaats in de pool. En in de eerste plaats zou betekenen spelen tegen de nummer 2 uit groep C. Maar laat dat nou net Duitsland zijn. Het land dat we zojuist op Eurosport in actie zagen en met maar liefst 5-0 van Zwitserland zagen winnen. De Duitsers die verloren onverwacht hun allereerste wedstrijd. Wonnen toen dik met maar liefst 9-1 in het tweede duel. En zojuist dus 5-0. Dus of de Fransen of de Amerikanen deze wedstrijd nou zo verschrikkelijk graag willen winnen, dat is maar de vraag. Je weet nooit zeker of dat meespeelt bij sporters of dat die uiteindelijk binnen de lijnen, hoe oud of hoe jong ze ook zijn, toch gewoon de overwinning willen behalen. En dat gevoel van ik moet vandaag eigenlijk verliezen, dat kunnen uitschakelen. Wordt het geen Duitsland voor Amerika of Frankrijk, dan wordt het Zuid-Korea. We zijn begonnen in het stadion van Dynamo Moskou in de Russische hoofdstad. Het eerste balbezit voor de Amerikaanse ploeg. Jordan Angeli komt er niet aan en dus het eerste balbezit voor Sarah Bouadi. Een vertrouwde naam inmiddels tijdens dit toernooi in het doel van de Fransen. Onderschepping van Heath. Spelend met het nummer 11. En hier in balbezit Kritschik. Een van de twee Amerikaanse spelers die dus bij een volgende gele kaart een schorsing oploopt.
De bondscoach is Tim Schultz. Iemand met een grote reputatie in eigen land. Speelde maar liefst 10 jaar lang voetbal op professioneel niveau. Met name in eigen land. Dat was in de jaren 80 toen hij speelde bij de San Jose Earthquakers. De Noord-Amerikaanse profcompetitie die later ter ziele zou gaan. Omdat er nauwelijks mensen op de tribune zaten. Maar omdat er wel hele grote salarissen werden betaald. Hij was er een van die die salarissen in ontvangst mocht nemen. Tim Schultz, de bondscoach. Het eerste schot is niet onaardig. De hoek is wat lastig. Vrij diagonaal. De poging van Laure Boulot. De captain van de Franse ploeg. En die wordt gecoacht. Dan hebben we die ook maar meteen gezien door Stéphane Pilaar. Iemand die niet verder kwam dan de oneindige rijen der amateurs. Speelde nooit op profniveau of zelfs maar iets daarbij in de buurt. Afkomstig uit Caen in Normandië. En iemand die zijn sporen dus verdiende met het coachen van meidenploeg. En uiteindelijk was het logisch dat hij bij deze ploeg terecht kwam. De actie van Di Martino. Delano zit er in de buurt. En hier misschien de mogelijkheid voor de Amerikanen. Jazeker, uithalen is goed van Lauren Cheney. Die de eerste wedstrijd speelt tijdens dit toernooi. Keert dus terug in de ploeg. Prins is normaal gesproken veel vaker te bewonderen is. Cheney met de allereerste mogelijkheid. En die mogelijkheid is voor Team USA. Eerste hoekschop. Van Wagenfur. Richting de penalty stip. Maar iedereen raadt eraan voorbij. Hoewel. Dit is een bijzonder goede actie. En de voorzet met het linkerbeen fraai. Het levert geen treffer op. Maar nog steeds Di Martino. En dan Ben Abdel Wahab. In de Franse ploeg. Die in ieder geval heel eventjes voor de opruiming kan zorgen. Amerikanen voorlopig sterker in wat de openingsminuten van deze wedstrijd zijn. Licht vasthouden, vrije trap gaat naar Frankrijk. Vrije trap is inmiddels genomen. Louisa Nesip. Amerika ertussen. Via Krychik. Wordt er achterin rondgespeeld. In balbezit 3 Amerikaanse meisjes in de laatste linie. En dat kan ook wel omdat normaal gesproken de Fransen met 2 aanvallers spelen. Opnieuw Heath. Die wordt vrijgelaten en daardoor de opbouw kan verzorgen bij de Amerikaanse ploeg. Nu dus gecoacht door Tim Schultz. We zagen hem een paar minuutjes geleden in beeld. Maar Thomas Ronge, de Nederlander. Al jarenlang verblijvend in Amerika, nog altijd de trainer van de Amerikaanse mannenploeg onder de 20 jaar. Is daar helemaal op zijn plek. En ook dus deel uitmakend van de technische staf van het Amerikaanse voetbal. Een sport populair op de colleges. Al deze meiden studeren en combineren dat met voetballen op bijzonder hoog niveau. Maar vergis je ook niet in de kwaliteit van de Fransen. De Fransen hebben een nationaal opleidingscentrum. En een aantal van deze meiden heeft daar ook lange tijd rondgelopen. In Clairefontaine is dat. Heath, daar is ze weer. Met de poging op Rodriguez. De bal ontfutseld. Maar zodra Amerika de bal inlevert, is er steeds weer iemand achterin eigenlijk om heel snel de bal weer te veroveren. Boulot, de vrouw van het schot. Met een mooie paas. Het is 2-1.
En nu komt er hulp van Necip in het centrum. Abdel Wahab de lucht in. Wint dat duel. En op snelheid deze mogelijkheid gecreëerd door Amandine Henry. Laten we zeggen de blanke Henry. Wagenfur is gezien. En komt veel te veel snelheid tekort, waardoor deze kans ontstaat voor Frankrijk. Na 7 minuten spelen bijna in Moskou. De vrije trap gaat naar Frankrijk. Hoewel de Amerikaanse meiden, in het bijzonder Amy Rodriguez, daar niet van willen weten. Maar de beslissing is terecht genomen door de Zuid-Koreaanse scheidsrechter. Rodriguez, afkomstig uit Los Angeles. Waar ze dus ook studeert, zoals eigenlijk alle ploeggenoten. Opnieuw in balbezit. Amy Rodriguez, de Californische, speelt dan misschien iets te hard in richting Jordan. Waardoor de mogelijkheid eigenlijk net zo snel verdwenen is als hij kwam. De ingooi komt van Krychik. Van 23 mei 1987. Opnieuw een hoekschop voor Amerika. Het is nummer 2 in deze wedstrijd. De bal wordt eigenlijk gemist. Dat gebeurt door Lauren Cheney. En Di Martino kreeg dan nog de kans, maar deed er weinig mee. Gevaarlijk bij de eerste paal. En met pijn en moeite bovendien door middel van een vrije trap komt Frankrijk hieruit. Deze landen dus door. Amerika en Frankrijk. Voor de rest ook Brazilië, Rusland, het gastland dus. Automatisch trouwens geplaatst voor dit toernooi. China, Nigeria, Zuid-Korea. Duitsland, wat dus na die matige opening van het toernooi zo sterk speelt. Ook dat land mag verder. En eigenlijk kun je zeggen dat in die laatste fase van het toernooi het eigenlijk pas echt spannend wordt. Omdat er toch wel wat kwaliteitsverschil zat tussen de ploegen die het hier goed deden en de ploegen die tegenvielen. Die dienden als opvulling van de speelkalender. Bouadi met de lange trap voor Frankrijk. Ingooi Amerika omdat de bal als laatste wordt geraakt door Mirjane Ben Abdelwahab. Die hier kopt. Een van de talenten van de Fransen is Elodie Thomies. Even aan de bal. Zij is een van die speelsters die in dat opleidingsinstituut in Clairefontaine jarenlang coaching kreeg en uit kon groeien tot een uitstekende speelster. Vooralsnog. Het is geen toeval dat zij ook deel uitmaakt van de Franse A-ploeg. Zoals dat ook wel geldt voor een aantal speelsters aan de Amerikaanse zijde. Amerika nu aan de bal. Het overstapje min of meer op het middenveld, waardoor nu Cheney in balbezit is. En de Amerikanen zijn er door en zien deze poging van Amy Rodriguez een centimeter of wat langs de paal verdwijnen. De mooiste aanval van de wedstrijd. Oh, behoorlijk tempo uitgevoerd. En dan het doel net een centimeter of 20, pak een beet, te veel naar rechts gezocht door deze Amy Rodriguez. Studerend aan de Universiteit van Southern California. Matige uittrap. En dus de Franse verdediging in de problemen. Het loopt allemaal goed af. Met Sarah Bouadi opnieuw in balbezit.
Daar is ze weer, Tomis. Nesip. Nesip opnieuw. Remte ligt aan de rechterkant van het veld. Het wordt gezien door Nesip. Daarom gaat deze aanval nu verder via Caroline Pizzala. Lopez. Met de lange bal wordt onderschept. Hulier voor Frankrijk terug op Bouadi. En die besluit dat er tempo in de wedstrijd moet blijven. Dus meteen het spel voortgezet en dat is prima. Nu via Nesip. Tussen twee, drie Amerikaanse meisjes in. Uiteindelijk is dat te veel. Bovendien de overtreding van Bulo. Ingooi voor Amerika. Voor Cheney. Geen probleem deze bal voor Sarah Bouadi. D'Angeli stond daar wel. Maar toch duidelijk twee stappen vandaan bij het punt waar de bal belandde. Coudray met onderschepping. Matige inspeelpaas waardoor Amerika er misschien uit kan komen. Maar ook de Amerikanen zijn slordig in de passing waardoor Henri overneemt voor Frankrijk. Mooi buitenkant voet gegeven richting Ben Abdelwahab. Henderson pikt uit de lucht. En creëert zo even rust. Voor zover dat nodig is voor de Amerikaanse ploeg. Buitenkant voet gegeven, dat is vrij door Bulo. Amerikanen steeds over die linkerkant. Via deze Cheney. Cheney. Hoekscherp. Ze loopt niet echt flegmatiek. Technisch niet mooi. Maar het is wel snel, want ze passeert niet voor het eerst in deze wedstrijd haar tegenstander. Waar ligt de ruimte? Op het middenveld is het druk. Er wordt aangenomen door Nesip, maar die kan vervolgens weinig anders doen dan die bal verlengen. Dan zitten de Amerikanen ertussen. Henderson is in deze wedstrijd de keepster. En dat betekent dat tijdens dit toernooi in drie poolwedstrijden nu alle drie de Amerikaanse doelvrouwen een keertje in de basisploeg hebben gestaan. Want Kelsey Davis speelde in de vorige wedstrijd en in het openingsduel van dit wereldkampioenschap vrouwenvoetbal onder de 20 stond Joanna Hake in de goal. En waarom ook niet? Schultz zal denken, je kan maar beter dat ritme krijgen, zo hou je toch ook iedereen scherp. En dan moet Henderson nog zien dat ze de doel schoon houdt. De Fransen gewoon met Bouadi, die zonder twijfel de vaste keepster is. Van Frankrijk. Frankrijk. Overtreding op Bulo. En die leek misschien wel rijp voor een gele kaart. Het is Tobin Heath. Die daar iets te fel door leek te gaan. Hier de herhaling. Het is inderdaad doorhalen met het linkerbeen waar dat eigenlijk niet nodig is. En Bulo dus gekwetst. Heath terecht op de bond geslingerd. Als eerste in dit duel na een kwartier spelen. Tomis. En Bok. Bal gaat terug naar Pizzala. Krychik ertussen en dan moet er opgelet worden. Mooi driehoekje bij de Amerikanen. Krychik.
En zo loopt het uitstekend af. Toch opvallend trouwens die gele kaart, want de Amerikanen moeten ook wel iemand missen door een schorsing. Dat is O'Hara. Zij is er niet bij voor één wedstrijd, Kelly O'Hara. Ze was nog speelster van de wedstrijd, oftewel de beste vrouw van het veld, tegen Congo in het openingsduel van de Amerikanen. En dus een aderlating voor Schultz, de bondscoach, dat zij niet van de partij kan zijn. Opengedraaien is goed en daar weer Rodriguez, die het vizier nog niet scherp genoeg heeft afgesteld. Maar het scheelt opnieuw niet veel. Hoeveel is dit? Een meter naast het doel van Sarah Bouhadi, schat ik. Een frustratie natuurlijk begrijpelijk bij de Amerikaanse. U ziet het, meer pogingen op doel voorlopig van die ploeg. Makkelijke passeerbeweging nu van Bertina Bak. Het vervolg is minder. Cheney. Het doorlopen van Rodriguez. Maar de bal is te hard. Kans verkeken voor Team USA. Wat een net iets scherper indruk maakt. Iets feller. Iets meer op de bal gericht. Zo lijkt het dan Frankrijk. Soms wel drie vrouwen bij Frans balbezit. Drie vrouwen van de Amerikaanse ploeg. Die zich bemoeien met Elodie Tomis. Maar die is er nu bijna door. Maar bijna is niet. Een uitgestoken voet van Lopez voorkomt een open kans voor Frankrijk. Maar niet voor niets dat zij door drie mensen wordt vastgehouden. Want zij is een van de speelsters die het allermeest in de gaten moeten worden gehouden bij Frankrijk. Is dit te belopen voor Rodriguez? Jazeker. Bal niet uit, maar in tweede instantie wel. Ze rekenden er zelf ook niet zoveel meer op, leek het. Delanois laat zich daar toch makkelijk pakken, maar heeft het geluk dat Rodriguez zelf ook nergens meer op rekent en dan de bal over de zijlijn loopt. Het zijn normaal gesproken outsiders voor de titel. Deze ploegen, dat gold voorafgaand aan het toernooi. Zeker voor de Fransen. Maar de Amerikanen werden gerekend bij de topfavorieten. Maar het spel, zoals Schultz, de bondscoach, dat graag ziet, komt er voorlopig nog niet goed uit. Hij was ook de eerste na de tweede wedstrijd van de Amerikanen. De overwinning op Argentinië met 4-1 om te bekennen dat zijn ploeg niet altijd even slim speelt. Moeilijke oplossingen zoekt. Niet steeds dichtstbijzijnde vrije speler zoekt. Bovendien het tempo in de wedstrijd niet hoog genoeg. Dat is ook een van de dingen die Schultz zei over die wedstrijd. Ingooi nu voor Lopez. Maar vergis je ook niet in de sterkte van Frankrijk, want die ploeg in deze leeftijdscategorie toch al twee keer tweede geworden op een Europees kampioenschap. En dat is absoluut geen slechte prestatie natuurlijk. Lopez ertussen, maar meteen weer balverlies. De Amerikanen moeten oppassen met de bal bij Pizzalla. En hier Tomis met eigenlijk eerst de mogelijkheid van deze wedstrijd na 21 minuten voetballen. Maar ze was er een keertje doorheen. Dan wel goed naar binnen geschoten, maar te schuin.
Met name Duitsland maakt tijdens dit toernooi een hele sterke indruk. De ploeg scoort verschrikkelijk makkelijk. En dat zou best eens een keer de doorslag kunnen geven. Maar goed, het is nog vroeg. We kregen nog de kwartfinales. En dan zal pas eigenlijk duidelijk worden wie er hier de sterkste is tijdens dit toernooi. Wat de mensen, de Russen, voorlopig nog niet echt naar het stadion willen lokken. Want we kunnen er niet omheen dat de tribunes leeg zijn in het stadion van Dynamo Moskou. Wie goed kijkt ziet her en der wat plukjes soldaten zitten. Die op hun dode gemakje zitten te kijken naar deze wedstrijd. En wat opvallend is, is dat er bij de wedstrijden van Zuid-Amerika, of van Zuid-Korea, pardon, heel veel publiek aanwezig is. Ambassadepersoneel, gastarbeiders die een baan hebben in Moskou en in de buitenwijken wonen. En daar een uur, anderhalf uur voor de wedstrijd, heel veel sfeer op de tribunes, gezang, rood uitgedoste mensen. En dat zorgt er toch ook maar voor. Voor in ieder geval een deel dat Zuid-Korea door is richting de kwartfinales van dit wereldkampioenschap. Frankrijk iets sterker de laatste minuut op het middenveld. De Amerikanen komen er iets minder makkelijk doorheen. Nu buitenspel voor Tomis. Dit feest gaat dus niet door. In deze beelden is niet te zien wie er gelijk heeft. Tomis, die het er niet mee eens was over de grensrechter. Vasthouden, slim. Wel de bal terechtgekomen bij Angeli via Rodriguez. Die komt een teenlengte tekort en raakt dan bovendien geblesseerd boven in beeld. Dan moeten de Amerikanen toch eigenlijk deze bal uitspelen. Maar ze hebben het blijkbaar niet in de gaten. Want de actie gaat gewoon door van Di Martino. En die zal nu toch in de gaten hebben dat Amy Rodriguez voor de goal geblesseerd is geraakt. Geen sprake van opzet. Het is trouwens Angeli. Die is doorgelopen en niet Rodriguez. Geen sprake van opzet. En zo te zien valt het ook wel mee. Met Jordan. Jordan Angeli. Bouadi, maar weer eens met de lange trap. Ingooi voor Frankrijk, zo halverwege de helft van Amerika. En steeds dus het zoeken naar deze wat kleine Elodie Tomis. Speelster van Montpellier. Die eigenlijk heel goed was in atletiek, de middellange afstanden. En op een dag kwam ze langs een adviesje in Parijs, waarin werd gevraagd om meisjes die wilden komen voetballen. En toen besloot ze dat maar eens te proberen. Toen besloot ze zich op te geven en het beviel eigenlijk zo goed dat ze de atletiek al heel snel vaarwel zei. Want deze Elodie Tomis, die 2 weken geleden 20 werd, bleek een natuurtalent. Hoekschop voor Frankrijk. Goed veroverd door Laure Boulot. Het is de eerste voor de Franse ploeg in dit duel trouwens. Tegen 2 voor Amerika. Louisa Nesip richting de eerste paal oppassen geblazen. Dat gebeurt goed door Val Henderson. Die toch ook de mogelijkheid krijgt om een visitekaartje even af te geven. Jordan Angeli. En er zit echt wel voetbal in deze ploeg. Eén keer raken, elkaar makkelijk kunnen vinden. Je ziet dat het wel goed zit bij de Amerikaanse ploeg. Alleen de eindpaas daarvoor in is steeds vaak net iets te hard. Of onzorgvuldig. En dat heeft natuurlijk met elkaar te maken. Ingooi van Coudré. Abdel Wahab op het middenveld, dan Pizzala.
En goed een ruimte gevonden bij die verdedigster, bij Bulo. En zo gaat er, en dat is toch opvallend tijdens dit toernooi, Vreel door het midden. Weinig bal over de vleugels. Op het middenveld, zoals hier, worden de buitenkanten van het veld wel benut, maar helemaal voorin. Weinig vleugelspel. Dat zouden we best een keertje willen zien. Het ziet er naar uit dat Stefan Pilaar niet echt tevreden is met het optreden van zijn ploeg. Die het nog zwaar had tegen Congo. In de tweede wedstrijd, na die 5-0 tegen Argentinië, werd het 1-0 voor Frankrijk tegen Congo. Die ploeg verweerde zich kranig en deed het zeker niet slecht. Terwijl Pizzalla de tweede gele kaart van de wedstrijd heeft gekregen. Tegen ook eentje voor Amerika, voor Heat. Uiteindelijk was er een kopbal voor nodig. Vlak voor rust. Om de beslissing te forceren voor Frankrijk. En om Frankrijk dus al bij voorbaat zeker te laten zijn van een vervolg tijdens dit toernooi. Ingooi voor Frankrijk. Het is nog best warm in de zon. De avondzon die over Moskou komt. In het stadion dus van Dynamo. Amerika, het wordt tijd voor weer eens een aanval. En die aanval is er. Met een mooie kans en een overstapje. Maar niemand om dan van dat slimmigheidje te profiteren. En dus kun je je afvragen of de actie van Lauren Cheney verstandig was. Want ze had zelf in ieder geval een poging kunnen doen om die bal te schieten in de richting van het Franse doel. En de Fransen, kijk eens even hier. Het scheelt een haartje voor Tomis. En dat mag de Amerikaanse verdediging zich toch aantrekken, want er was niks aan de hand. En Krychik laat zich daar de kaas van het brood eten op een positie waar dat absoluut niet mag gebeuren. Een wonder dat het goed afloopt voor Team USA. Mooie kans voor Frankrijk. Cornerverhouding teruggebracht tot 2-2. Lopez. Via Rodriguez, een van de betere speelsters. Snel in de omschakeling bij de Amerikanen. Angeli tegen de zon in, voorgezet en dat is lastig, dat blijkt. Een van de speelsters die rust krijgt in de Amerikaanse ploeg is Jessica Rostedt. Speelde prima, werd vrouw van de wedstrijd tegen Argentinië. We zijn nu aan de kant gebleven. Hopelijk krijgen we haar in de tweede helft te zien in deze wedstrijd. Overtreding, vrije trap voor Sarah Wagenfer, de Florida. Speelster van de Universiteit van Florida. Cheney zoekt een opening en vindt hij bijna. Bulo zit erbij. Uiteindelijk via de Amerikaanse de ingooi voor Frankrijk. Voor Duchère. Een half uur gespeeld. De stand 0-0 in Moskou. Mocht u later hebben ingeschakeld op Eurosport. U kijkt naar vrouwenvoetbal. Vrouwen onder de 20 jaar. En die vechten deze dagen in Moskou hun wereldtitelstrijd uit. En dit zijn de Verenigde Staten en Frankrijk. Ploegen die zich allebei al hebben geplaatst door 2 overwinningen op rij in de poolfase.
En in deze wedstrijd, Amerikanen iets meer balbezit. Iets meer mogelijkheden, maar ook de Fransen hebben zekere kansen gehad. Zojuist nog in de persoon bijvoorbeeld van Tomis om een doelpunt te maken. Als je vraagt wie heeft er het meeste recht op, dan ben je nog net geneigd om te zeggen, doe de Amerikanen maar. Je had de derde hoekschop voor Frankrijk. Het geeft aan dat Frankrijk meer en meer in de buurt komt van het Amerikaanse doel. Voorzichtig in de buurt, maar wel degelijk. Merian Ben Abdelwahab. Henderson vangt op. Poging was van Caroline Ducher. Maar die raakte de bal niet goed. Bal ging recht de lucht in. En dat is geen probleem voor een betrouwbare doelvrouw. Kutchik wordt overgeslagen. Het wordt meteen Wagenfur. En die is niet voor het eerst deze wedstrijd slordig. Overgenomen daar op het middenveld. En nu oppassen geblazen met Ducher. Ducher op snelheid. Zoeken naar Tomis opnieuw. Carrie Dew ertussen. De centrumverdedigster. Opnieuw overtreding, vrije trap voor Amerika. Dit is Wagenfur. Die Kritschik. Er moest meer gecombineerd worden, zei Tim Schultz, de Amerikaanse bondscoach. En je kunt je afvragen of daar in deze wedstrijd vooralsnog sprake van is. Amerika probeert het wel in de openingsfase. Maar nu we heel voorzichtig richting de rust kruipen, lijkt het alsof er wat meer lange ballen worden gespeeld. En dat is nou precies wat Schultz niet wil. Tomis vrijgelaten en dus mogelijkheden. Nieuwe hoekschop. Ze loert op een doelpunt. Weet dat ze zich op dit soort toernooien hoort te onderscheiden. Ook al als lid van de Franse A-ploeg. Dan moet je net iets meer extra's laten zien. Dan staat er in alle boekjes dat je iemand bent om in de gaten te houden. En Tomis pakt de handschoen graag op. Wil zich graag laten zien. Kritschik heeft de tijd. Brittany Bak. Een klein beetje de draaischijf op het Amerikaanse middenveld. Dit is Lopez. Ook deel uitmakend van de Amerikaanse A-ploeg. Hetzelfde geldt voor Lauren Cheney. En voor O'Hara en Rostad. Voor de laatste twee op de bank gelaten en geschorst. Nu dan misschien. Ook tegen de zon in. Deze poging van Brittany Bak. Lichaam hangt achterover en dat is een garantie voor een poging die over het doel gaat. Dat ondervindt nu ook Bak. Tien minuten nog tot de rust. Frankrijk en Amerika maken er zeker geen vervelende wedstrijd van. Er zijn wel degelijk mogelijkheden. Want laat duidelijk zijn dat geen van beide ploegen de overwinning echt nodig heeft. En dan kom je toch weer terug bij het verhaal waar ik aan het begin van deze wedstrijd over sprak. Wie weet. Willen deze twee elftallen ook wel niet zo heel nodig winnen? Omdat de sterke Duitsers dan de volgende tegenstander zijn. Het doelsaldo zal dan de doorslag gaan geven trouwens. Mocht het 0-0 blijven. Of 1-1. Of zoals u wilt 2-2 worden. En het doelsaldo van Frankrijk is beter. De Fransen staan op plus 6. Scoorden er zelf 6, kregen er 0 tegen. En de Amerikanen staan op plus 4.
Maakte er 6, maar kregen tegen zowel Congo als Argentinië allebei 1 doelpunt zelf te verwerken. Er is daar iets gebeurd wat wij niet hebben waargenomen, maar Hong, de Koreaanse scheidsrechter, des te meer. En het zou aardig zijn als de regie ons even zou laten zien waar Hong naartoe is. Want we zien haar wel staan, links in beeld. Maar wie of wat ze daar in de gaten houdt, blijft op deze manier voor ons een raadsel en dat is jammer. Verder dan maar met de ingooi van Ducher. Spelend voor Lyon. Net als nog een van de ploeggenoten trouwens. Veel speelsters van Paris Saint-Germain in de Franse ploeg. Lopez, captain van Amerika. Doorgekopt, maar niet tot bij Tina Di Martino aan de linkerkant. Was vrij, maar werd niet bereikt door deze bak. Even ruimte om aan te nemen en te draaien voor Tomis. Die zelf dan de diepte kiest. Met wat geluk in balbezit komt en maar weer eens vuurt richting Val Henderson. Het werd ook wel weer tijd voor een kansje. Voorlopig kan ze niet echt kracht zetten. Edo Di Tomis. De tegenstoot van de Amerikanen stelt weinig voor. Bouadi heeft daar ruimte gezien, zowaar. Maar die ruimte ligt er niet en dus Amerika via Wagenfur over rechts. Opnieuw Wagenfur. Hier is Lopez. Voor Jew. Jew toch? Te veel Fransen daarvoor in. Angeli probeert het. De bal blijkbaar tegen de hand gekomen van Caroline Ducher. Want die heeft verschrikkelijk veel pijn aan die hand. Of krijgt ze de bal in de maag? Ik denk het laatste. Ja, natuurlijk doet dat pijn. Hoorde huilen. Heel veel pijn voor de linker verdediger van de Franse ploeg. Het is ongelukkig. Opzet in welke vorm dan ook. Daar was geen sprake van. De Fransen even met 10 mensen tegen de Amerikanen die bovendien de hoekschop mogen nemen. Als zometeen E.A. Hong weer heeft geblazen. Wagenfur. Achter de bal. Bal is te kort. En ook dit is niet goed van Amerika. Krychik voor de bal voor Tomis. Een kansje kon krijgen. Hoewel de weg natuurlijk richting het doel van Val Henderson nog bijzonder lang was. Voor deze Tomis mocht ze de bal gekregen hebben. Amerika
pikt de bal af. Hetzelfde geldt nu voor Frankrijk. Toch veel balverlies. Sowieso in de eerste bijna 45 minuten van dit duel. Een misverstand waarvan Chaney niet kan profiteren. Maar wat? De Bouadi. Zo ver buiten het eigen doel. Met notabene twee verdedigers. Die daar ook nog stonden. Het loopt allemaal goed af. Het levert wel een hoekschop op voor Amerika. En Ducher kan dus niet verder. En Courtier komt binnen de lijnen. Dat is een tegenvaller naar die bal in de maag. Die voorzet vanaf de rechterkant. Wordt het nog erger voor de Fransen? Bijna overtreding gezien. En daar is voor is gefloten. Normaal gesproken ben je toch ervan overtuigd dat zo'n bal in de maag geen reden is om de volgende wedstrijd in de kwartfinales te moeten missen. Dat zal ook een stukje voorzorg hebben meegespeeld bij Stefan Pilaar. Wagenfer, geen risico, Krejcik, Ju. Echt tempo maken doet ze niet. Wagenfer. Ineens doorgespeeld. En daar staat dan niemand. Zodra de bal een keer naar buiten gaat richting die vleugels. Blijkt dat die vaak onbezet zijn. Zeker als het door de lucht gaat. Als het door de lucht wordt gebouwd aan een aanval. Passeerbeweging is van Angeli. En de ingooi gaat naar Lopez, een ploeggenote die op de linksbackpositie speelt in de Amerikaanse ploeg. Pizzalla werkte de bal over de zijlijn en deed dat goed. Anders hadden de Amerikanen kunnen uitbreken. Even vasthouden wat Chaney doet. Het wordt meteen gezien. En opvallend toch om te zien hoe deze meiden omgaan met tegenslag, met name arbitrale beslissingen die in hun nadeel zijn. Want waar we bij de mannen toch steeds agressiever worden. De protesten zien, ook op jonge leeftijd, tijdens de jeugdtoernooien. Deze meiden kijken een keertje boos. Maken een opmerkingje, maar gaan dan toch gewoon verder. Waarmee ze bezig waren, namelijk met het spelen van een voetbalwedstrijd. En ze laten zich niet te veel afleiden door een scheidsrechter. Kijk naar Rodriguez onder in beeld. Eén tel van boosheid. En dan gewoon verder met de arbeid die ze moet leveren. Pizzalla. Richting Nesip. Die zoekt steeds naar Tomis. Die wordt nu overgeslagen en in tweede instantie niet gevonden. Ook al omdat Ju naar het gaatje richting de doelvrouw Val Henderson dichtliep. Goed voor de man gekomen door Delanois. Henri. Er staat onderin te lezen 2 minuten extra tijd en die lopen inmiddels al even. Het lijkt erop alsof er een tandje wordt bijgeschakeld bij Frankrijk. Waardoor er wat ruimte zou kunnen ontstaan voor Amerika. Zeker als ze zo makkelijk gepasseerd kan worden zoals Rodriguez doet. Richting Chaney. Even moeite met de aanname. Steeds. Henderson weer. Zonder problemen. Stephanie Lopez. Angeli. En zo spelen de Amerikanen de bal eigenlijk rond. Met de intentie om gewoon met die stand van 0-0 de kleedkamer zo meteen in te gaan.
Risico nemen. Willen ze niet. En dan gaan we er maar vanuit. Dat beide ploegen normaal gesproken liever willen winnen dan verliezen. Rugdekking goed verzorgd door Melody Coudré. Waardoor Cheney niet kon uitbreken. Na het nonchalant te verdedigen bij de Fransen. Amerika nu let nu goed op. En hier is Nesip. Om de eigen as. In de ruimte. Dat is in principe goed. Maar de bal is te hard. Heath. Eén man, twee man. Vrije trap. Laatste actie uit de eerste helft. En bovendien de kaart. Voor Loulier. Emilie Houllier. Nummer 3 in dit duel. Pizzalla en Heath. Eerder op de bond geslingerd. In deze eerste helft. Bak met nummer 10. Jordan Angeli lijkt geen schutter die daar aan de linkerkant staat. Geen probleem, deze bal voor Bouadi. Wel de nodige snelheid, maar uiteindelijk Bak die recht afschiet op Bouadi. En dus gaan we rusten bij de stand van 0-0 in Moskou. Waar het goed te oefenen is, kijk maar eens naar de omstandigheden in dit stadion van Dynamo Moskou. 0-0, met name in het eerste half uur. Kansen voor beide ploegen om de score te openen. Dat lukte niet. Misschien lukt dat zometeen in het tweede bedrijf. Heel graag tot zometeen. Waar het steeds een stukje donkerder wordt. Waar de avond meer en meer valt over het stadion. Waar zometeen Frankrijk en Amerika verder gaan. Beide landen geplaatst. En ze gaan verder met hun tweede helft. Op het wereldkampioenschap onder 20. En vergis u niet, want bijvoorbeeld de Verenigde Staten waren 4 jaar geleden voor het eerst, toen in deze categorie een WK werd gehouden, de eerste wereldkampioen. Maar 2 jaar later, toen het toernooi trouwens werd gehouden in Thailand, mocht u dat interesseren. Toen was het optreden van de Amerikaanse meiden een stuk minder, want toen werd de ploeg slechts derde. En dat kwam hard aan. Zeker omdat de Amerikanen traditioneel sterk zijn in het vrouwenvoetbal. En de bedoeling is ook om dat dit uit te gaan bouwen de komende jaren richting het mannenvoetbal. De Amerikaanse mannenploeg, de A-ploeg, die zich in die Amerikaanse zone eigenlijk altijd zonder problemen plaatst. Omdat het niet tegen de Zuid-Amerikaanse ploegen ook hoeft. Het is eigenlijk steeds stuivertje wisselen met de Amerikanen en de Mexicanen. Ook de mannenploeg heeft grote ambities. Kijken of ze die de komende jaren waar kunnen maken. En refererend aan dat toernooi van 2 jaar geleden in Thailand. En dan hebben we het weer gewoon over de meiden op dit veld. 6 spelers van toen, die toen derde werden, zijn nog altijd speelgerechtigd tijdens dit toernooi. Een wissel gezien in de eerste helft. We zagen er in de rust voorbij komen. Caroline Ducher leek de bal vanaf de rechterkant in haar maag te krijgen. Maar we zagen haar lopen met haar arm in het verband. In een mitella dus. Vermoedelijk daar of heel misschien ook daar geraakt door die harde bal vanaf de rechtervleugel. Elodie Cordier was invalster bij Frankrijk. Je zou het niet zeggen, maar Elodie Thomies ziet er niet uit alsof ze al 45 minuten achter de rug heeft.
krijgen vervangingen bij de Amerikanen. Onder in beeld. In het veld gaan komen Rostedt en Poek en Wagenfer en Rodriguez gaan eruit. Het was een beetje te verwachten dat een aantal vaste krachten heus nog wel in actie zou komen. En als iedereen dan in het veld staat, dan kunnen we beginnen met de tweede 45 minuten van dit duel. Daar is ze weer, Elodie Tomis. Overgenomen door Di Martino. Chaney. Wacht op ondersteuning. En een mooie tackle op de bal uitgevoerd en dus geen sprake van een overtreding. Frankrijk wil. Natuurlijk raak je soms ook je tegenstandster. Dat is wat er gebeurt met Lauren Chaney. Tomis gezocht, maar ja, toch gevonden. Met wat geluk, maar wel door middel van een overtreding was ze in balbezit gekomen en dus de vrije trap voor Amerika. Meer problemen. Nu ook Pizzalla. Die niet ook zo fris oogt. Is het ook het gevolg van een harde bal? Nee, het is het gevolg van deze actie. Waarbij ze zelf in principe de actie aangaat, de sliding maakt. Chaney niet, wel deze Nesip. Cordier, heel even. En zo probeert Frankrijk al vroeg in die tweede helft in ieder geval de bal in de ploeg te houden. Dat lukt nog niet. En daarom Amerika wat kan overnemen via Lopez. Maakte de debuut vorig jaar in de grote Amerikaanse ploeg. Deed dat tijdens de Algarve Cup. Een van de allerbelangrijkste toernooien bij de vrouwen. Niet opgelet door Cordier. Een mooie korte voetbeweging steeds van Angeli. En zo komen de Amerikaanse stap voor stap dichter bij het doel van Sarah Bouadi. Een ingooi weggegeven. Het lijkt zo te zien wel weer te gaan met Pizzalla. En dat is maar goed ook, want twee mensen zien uitvallen met een blessure. Dat kan eigenlijk niet. Krychik. Verlengd. Hoekschop. Eerste van de tweede helft. Via het hoofd van Houllier. Bouadi kon er niet aankomen. Een van de eerste balcontacten van Amanda Poak. Het stadion trouwens waar wordt gespeeld. Het kwam al eerder voorbij is het Dynamo Stadion. In Moskou. Gebouwd in 1928. Plaats voor zo'n 36.500 mensen, exact zijn het er 36.540. Twee architecten aan het begin van de vorige eeuw verantwoordelijk voor het ontwerp, uitgebouwd. En een van de eerste accommodaties in Rusland met een lichtinstallatie. Geen verkeerde poging trouwens hier van de Verenigde Staten. De poging van Rostedt. Dat is ook geen verkeerde speelster, dat liet ze al zien eerder in het toernooi waarin ze werd gekozen tot beste speelster in de wedstrijd tegen Argentinië. En nog steeds de Russische
soldaten, de militairen die dit stadion ook gebruiken om te werken aan hun fysiek krachttraining. Wordt hier nog altijd gedaan, want veel voetbalploegen in de voormalige Sovjet-Unie stammen af van of het leger of fabrieken. Iedereen had op die manier zijn eigen voetbalploeg. En hier dus nog steeds het leger wat zijn bezoekjes brengt aan het stadion van Dynamo. Maar eens kijken naar de wedstrijd. Amerika beter in het begin van de tweede helft. En dat was ook eigenlijk het geval in het begin van die eerste helft. Ook hier geen overtreding. Pizzalla en Chaney vechten met z'n tweeën wel aardige duels uit op het middenveld. Zonder dat het echt gemeen wordt. Ingooi Frankrijk en ik denk dat de Amerikaanse dames daar geen rekening mee hielden. Opengedraaid en uitstekend naar de bal gekeken door Lauren Chaney. Amerika krijgt de vrije trap mee naar de ingreep van Henry. Dat is de Franse Henry bij de vrouwen. Opvallend hoeveel Amerikaanse meiden in de papieren voor dit toernooi lieten weten wie hun favoriet is. Namelijk in veel gevallen Thierry Henry. De donkere Fransman van Arsenal. En Amanda Poek, die we in de ploeg zijn gekomen, durft zelfs te beweren dat haar spel nog het meeste lijkt op het spel zoals Thierry Henry dat speelt. Het is maar dat u het weet. Poek nu aan de bal. Voor deze vrije trap. Maar ik vermoed toch dat Henry, de echte, deze bal wat beter had genomen dan Amanda Poek. Poging over is van Jew. We hadden er al eventjes niet meer gezien, Tomis. Een hoekschop is het maximaal haalbare en dat wordt dan ook uit het vuur gesleept door Tomis. Achterin weggehaald. En een schotkans en bijna de goal. Daar is de goal. Nee! Uitstekende reddingen tot twee keer toe van Val Henderson. Delanois, een van de mensen die de kans kreeg. En hier gaat Amerika door het oog van de naald. Misschien de tegenstoot die net zo gevaarlijk is. Wat heet? Poging naast. Minder gevaarlijk uiteindelijk dan de twee kansen van Frankrijk. Daar is Delanois. En Henderson. En wie krijgt die poging dan in de tweede instantie? Dat is Henry. Amandine Henry. Aardig moment zo voor het doel van Amerika. Henderson is betrouwbaar. Dat blijkbaar ook bij deze bal. Waar ze eerder bij is dan Elodie Tomis. Wel een nieuwe hoekschop en die hoekschoppen komen steeds vanaf die linkerkant van Louisa Nesip.
speelster van Montpellier. Niet een van de grootste. 1,64 meter. En daarmee hoort ze bij de kleintjes in het Franse elftal. Henderson opnieuw. Klem vast. En zonder twijfel. Oeh. Wat gebeurde daar? Niet in beeld. Wat Rostedt deed. Maar vrij was het zeker dat we het publiek op de tribune mogen geloven. Hier de inzet met de binnenkant van de schoen. Een metertje achter de lat op het dak van het doel. En Bouadi neemt geen risico. Het is het antwoord van Amerika op de kansen van zojuist van Frankrijk. Na 10 minuten voetballen in de tweede helft. De stand nog altijd 0-0. En het speelschema ziet er zo uit dat mocht dat zo blijven. Dan wordt Frankrijk op basis van doelsaldo eerst in de groep. Dan moet het gaan spelen tegen Zuid-Korea. Dat is geen makkie, want dat land wordt fanatiek ondersteund door het eigen publiek. Wat hier nogal veel aanwezig is. Het zou betekenen dat er een affiche Amerika-Duitsland uitkomt. Tomis wint één keer, maar twee keer is te veel gevraagd. Lopez neemt de ingooi. Stephanie René Lopez, zoals ze voluit heet. Afkomstig uit Elk Grove in Californië. Inmiddels zien we de bal bij Cordier. Vrij trap gaat naar Lopez. Poek ziet de ruimte. Eindelijk weer eens een keer een aanval over links bij Amerika. Nesip. Hier is Boulot. Cordier ingesloten. Komt er wel goed uit. Met hulp van Boulot. Die Martino fel. Zeker, Jew erbij. En een eendrachtige samenwerking bij de Amerikanen, onder meer via Lopez. Zorgt ervoor dat in ieder geval het gevaar geweken is. Een omhoog gestoken been. Van Houllier. Ten koste van een vrije trap. Een nieuwe wissel bij de Verenigde Staten. Waar het erop lijkt. Dat Bok eruit gaat, inderdaad, en dat Long haar vervanger is. Long, een middenvelder. Zij was het die zojuist er entree maakte op het veld bij Amerika. Tomis. Met Lopez. Tomis nog steeds. Draait wel bij die bal. Maar steeds het kordate optreden toch van Henderson. Flipperkast. Geen risico genomen door Houllier. Terug naar Bouadi.
Wat nog wel aardig is om te vertellen is trouwens dat de bondscoach van Frankrijk, Stéphane Pilar, een fan is van Rinus Michels. Bondscoach van het Nederlands elftal natuurlijk in 88, die nog niet zo lang geleden is overleden. Maar Stéphane Pilar die zei, ik las eens een citaat van Rinus Michels. En die zei, na aanleiding van het Europees kampioenschap in Duitsland destijds, alles moet precies op het goede moment samenvallen. Dat is niet allemaal te trainen, het moet ook in een groep klikken. Buiten de lijnen moet het goed zitten. In de hoofden van de spelers, ze moeten vrij zijn en zich kunnen concentreren op het voetballen. En dan, alleen dan kun je tot een goede prestatie, tot een topprestatie komen. En hij refereerde daarin een beetje aan het spel van zijn ploeg tijdens dit toernooi. Wat dus nog niet is zoals de Franse jeugdcoach het graag had gezien. Ondanks de twee overwinningen. En dan zit hij er dus in. En dan zit hij er dus in voor Rostedt. Voor Amerika precies na een uur. De invalster die dus scoort. Rostedt is verschrikkelijk belangrijk. De aanvalster haalt gewoon eens uit in de korte hoek. Afkomstig uit Kent, Ohio. En studerend aan de Universiteit van Virginia. De voorsprong voor Amerika, die is er. Geen strafschop toch? Nee, daar trapt de scheidsrechter niet in. Hoewel deze Henri het graag wilde. Het heeft iets weg van een Schwalbe. En de blik in de ogen verraadt dat ze graag meer had gewild. Kijk maar hier. Meteen richting de scheidsrechter. En eigenlijk was daar een kaart wel op zijn plaats geweest. De steekpaas. Buitenspel voor Rostedt. Bijna de tweede mogelijkheid voor de Amerikanen binnen een minuut. De eerste was trefzeker. Henri gaat eruit. Dat was de laatste actie. En Deli. Marie-Laure Deli komt erbij. Dat betekent in de Franse ploeg wat extra stootkracht voorin. Kijken of dat zijn vruchten gaat afwerpen in de resterende 27 minuten nog van deze wedstrijd. En door die overwinning die er misschien aan zit te komen voor Amerika, wie zal het zeggen, de voorsprong is er in ieder geval. Betekent dat die ploeg dus de pool wint. En een ontmoeting met Duitsland is daarvan het gevolg. Dat is een interessante wedstrijd. En ik moet me heel sterk vergissen als ook die wedstrijd niet live te volgen is. Of anders in ruime samenvatting te zien is hier op Eurosport. Jew. Aan de rechterkant wordt gelopen door Angeli. Overgeslagen en in één keer doorgepaast op Cheney. Cheney dan met wat geluk misschien? Nee. De bal is net te hard. Hier is Poek. Overtreding. Nee, buitenspel gelopen. En dus de vrije trap om die reden gegeven aan Frankrijk.
Maar mooi is het spel nog steeds niet zoals de Les Bleus dat hier vanavond in Moskou laten zien. De Fransen moeten het eigenlijk hebben. En dat geldt voor alle elftallen eigenlijk. Dat leren ze daarop. De Nationale Academie in Clairefontaine van verzorgd. Combinatievoetbal, snel, technisch. En je ziet dat een aantal van deze spelers dat wel heeft. Maar vloeiend is het allerminst. En dat is ook wat de bondscoach zo verschrikkelijk ergert. Hij waarschuwde trouwens ook nog voor overschatting van de eigen kwaliteiten. Dat had natuurlijk alles te maken met de openingswedstrijd van Frankrijk, een 5-0. Dan zou je als jong talent misschien in één keer kunnen gaan denken dat je verschrikkelijk goed bent, dat je heel erg goed kan voetballen. En Stéphane Pilaar deed er alles aan om zijn speelsters met beide benen op de grond te laten staan. Uitstekend gedaan, dit veroveren van Tomis. Wordt wel gelopen door Delhi, maar dat had eigenlijk weinig zin. Tomis blijft het maar proberen. Het begint ondertussen wat moedeloos te ogen. Het zijn steeds halve kansen. Nooit heeft ze een keer het geluk dat ze in één keer oog in oog komt te staan met in dit geval Phil Henderson. De Amerikanen schroeven de tempo nog maar eens op. In ieder geval bij deze uitbraak. Cheney, wat doet Zoutsen hem binnen? Ja. Maar vervolgens de bal toch over de lijn verdwenen en dan is hij blijkbaar voor Amerika. Aangeraakt dus. Zo moet het gegaan zijn. Inmiddels in het strafschopgebied. Dan is een strafschop soms niet ver weg. Daar gaat ze weer. Tomis. Zo verschrikkelijk snel. Maar ook zo verschrikkelijk ongelukkig vanavond in deze wedstrijd. Ze is Lopez voorbij. Maar kan het dan niet uithalen wat ze zo graag had gewild. Goed het lichaam gebruikt. Ze is niet zo breed, niet zo groot. Ze is 1,66. In de Franse ploeg is alleen Jessica Houara kleiner. Die is 1,61. Maar zij staat nu niet binnen de lijnen. Ingooi voor Amerika. Cheney met de buitenkant van de voet en de redding is nodig en goed. Van Sarah Bouadi. Anders was het zeker beslist geweest. Geen buitenspel. De tackle is te laat van Delannoy. Amerika begint nadrukkelijker en nadrukkelijker op de deur te kloppen bij de Fransen. Een extra doelpunt hangt wel degelijk in de lucht. Poek. Achterin. Nee, eerste paal. Gevangen door Bouadi. De bal moest verder komen. Dat was de bedoeling. En Frankrijk lijkt alleen nog maar te gokken op een bevlieging van Elodie Tomis. Het kan geen toeval zijn dat we Stéphane Pilaar steeds verder en verder zien wegschuivelen in de dugout. Nu weer Cheney achterin. Delannoy met de nodige pijn en moeite. Achter de bal, achter de vrouw gegeven door Boulot. Dit is goed, maar te hard. De loopactie was niet slecht. Niet slecht bedacht. Delannoy, geen risico. En Bouadi. Nog 20 minuten, iets meer in de eerste ontmoeting ooit tussen deze twee landen, Amerika en Frankrijk. Let wel,
op een onder 20 niveau. Want natuurlijk stonden Amerika en Frankrijk wel eens tegenover elkaar. Maar in deze categorie is het voor het eerst. Amerika. Via Di Martino en uiteindelijk is er altijd weer Bouhadi. Geen kans om te schieten. Dit is Wout Rest. Cordier. Deli. Scoorde al tijdens dit toernooi, maar komt voorlopig als invalster nog niet echt in de buurt van het vijandelijke doel. Bal is nu wel te hard voor Poek. Frankrijk ertussen. Kan Frankrijk het nog één keer oppikken? Kan Frankrijk zich nog één keer opladen? Of vinden de Fransen het stiekem wel in orde? Dat ze de ontketende, zoals je dat zou kunnen zeggen, Duitsers ontlopen tijdens dit evenement. Dat ze alleen maar doen of ze af en toe aanvallen, maar het eigenlijk wel geloven. Het zou kunnen. Het zou kunnen. En wat is er met Krychik? Er is weinig sprake van opzet. Er zijn wel blessures natuurlijk, met vooral die vervelende van Duchère, die vervangen moest worden. Maar vliegende tackles of mensen die elkaar recht naar het leven staan, dat hebben we gewoon tijdens dit toernooi nog niet gezien. En dat is maar goed ook. Hoe kan het dat vrouwen wat dat betreft meer respect hebben voor hun tegenstander dan mannen? Zonder filosofisch te willen worden, het moet iets zijn wat er al generaties in zit. Poek. Opening is fraai. Bal bovendien binnengehouden en dat is ook niet onbelangrijk. Door Angeli. Frankrijk dus een van de Europese landen die zich plaatste. Op het EK van vorig jaar werden de plaatsbewijzen uitgedeeld. De beste vier, de halve finalisten, mochten gaan. Daar zat Rusland bij. En uiteindelijk werd er toen een play-off gespeeld tussen Frankrijk, of pardon, Zwitserland en Engeland. Maar Nederland, laten we het kort houden, de Nederlandse meiden zijn nooit in de buurt geweest. Op wat voor manier dan ook om hier mee te doen. In Nederland moet die sport nog groeien. Onder leiding van Vera Pauw, de bondscoach, wordt er volop geprofessionaliseerd waar mogelijk. Maar echt voor plaatsing, voor een groot toernooi, doen de Nederlandse vrouwen nog eigenlijk niet mee. Tommies. Bal te kort in de richting van Nesip. Duw in de rug bij Cheney, overtreding van Delanois. De captain van Frankrijk mag plaatsmaken. Ines Daou. Erbij. Nog maar weer iets extra's op het middenveld zal er worden gedacht door de bondscoach, door Pilar. Verdedigster eruit. Meer stootkracht. Maar al een extra aanvalster gezien. Op die manier misschien proberen om nog een doelpunt te maken. Amerika wat leidt met nog een kwartier op de klok. 1-0 de stand.
Misverstandje bijna daar in die Franse defensie. Dat loopt allemaal goed af. Cordier en Bouadi leken te denken, wie pakt die bal? Hier is Cordier, doorgelopen dus. Eén man kwijt. Uithalen, bal de lucht in en daar is opnieuw Henderson. En goed beschouwd krijgt die Henderson natuurlijk niet zo heel erg veel te doen in deze wedstrijd. Moet af en toe in actie komen, maar het is meestal Frankrijk wat zelf al mist. Zonder dat er een doelvrouw aan te pas hoeft te komen. Bal is uit geweest bij Chaney, ingooi voor Frankrijk. Lopez, onvermoeibaar, handen in het shirt. Di Martino, het voetje nu van de nieuwe captain. En dat is Delanoy. Heeft de band overgenomen van Boulot. Messi mag in principe de volgende keer weer meedoen, maar moet dan zorgen dat ze niet nog een gele kaart krijgt. Hoe ver mag ze komen, Di Martino? In het duel met de nieuwste invalster Daou, die vasthoudt, sleept ze er in ieder geval een vrije trap uit. En dat kan een interessante positie zijn. Dat kan een positie zijn waarbij die bal goed valt. Als hij maar hoog genoeg gaat. En dat is vaak het probleem met die standaard situaties bij Amerika. Dit was beter en het scheelde niet veel. Opnieuw moet die bal hoog de lucht in. Als het zover komt. Jew. Delanoy met het hoofd. Niet verkeerd van Jessica Rostedt. Als je die lege tribune ziet, kun je toch ook een beetje afvragen waarom er wordt gespeeld in deze stadions. Wat leuk en aardig is natuurlijk allemaal wel, maar zulke lege tribunes kunnen toch niet inspirerend werken. En misschien kun je dan toch beter een amateurveld hebben waar de nodige mensen omheen staan. Wat is Tommy's van plan? Hardlopers zijn ook op dit niveau tussen aanhalingstekens doodlopers. Want ze wil wel. Ze gebruikt de snelheid goed. Het is allemaal nog niet even zorgvuldig. Maar vergeet niet, dit meisje is nog geen 20 jaar. Wat dat betreft, fouten maken moet het probleem niet zijn. Daar moeten we doorheen kijken. Maar een gezellig veld met wat mensen lijken inspirerender dan de lege tribunes. Want vermoedelijk is alleen bij de finale is het dan mogelijk om het stadion vol te krijgen. Kuznik, nogmaals eens een keertje naar Rostedt. Schiet aan tegen het lichaam van Chaney. De twee Amerikaanse meisjes lopen elkaar in de weg.
Vrije trap, slim uitgelokt door Di Martino voor Amerika. Mooie schijnbeweging met de schijntrap. En mocht het zo blijven, dat betekent dat de Amerikanen op reis moeten richting Sint-Petersburg. Want daar staat dan dat duel tegen Duitsland op de kalender. Flinke vliegreis dus heel op het oog. Voorwaarde is dus dat de stand zo blijft in de laatste paar minuten van deze wedstrijd. Het stadion van Zenit Sint-Petersburg. Dat is dan de locatie waar wordt gespeeld. En inderdaad, dat is ook de plek waar Dick Advocaat, de oud-coach van het Nederlands elftal en van onder meer PSV, de Glasgow Rangers, Haarlem ook, SVV, tegenwoordig zijn brood verdient. Lang. Paasje te hard op Di Martino. Het had er ook wel iets van weg dat het een schot was. Dat zou niet verstandig zijn geweest. Frankrijk voelt de tijd nu al komen als extra tegenstander. Daou. Erbij gekomen daar aan die linkerkant op het middenveld. Nesip. Geen risico daar met Rostad in de buurt. Die is snel en zou dus kunnen onderscheppen. Dus bal terug. Niet er langs. Lang. Doet de naam trouwens eerder aan. En zij maakt een wat zware indruk, Cheney, maar is onvermoeibaar. Loopt niet mooi. Maar effectief is het zeker wel, dus laten we vanuit gaan dat het spieren zijn bij Lauren Cheney. Van voetballen kansen, want zij ook bij de nationale A-ploeg. Op het hoofd van Long. Bouadi, nu maar met een trap. In plaats van een uitgooi. Weer een Amerikaanse. Coudray, al een tijdje nauwelijks in balbezit geweest, omdat daar geen aanvallen vandaan komen bij Amerika. Aan de linkerkant. Stephanie Lopez kan terugzien op een goede wedstrijd. Di Martino. Doelvrouw aangevallen binnen het 5 meter gebied. Dat is altijd een vrije trap. Bijna alles wat je daar als aanvalster wil of als aanvaller wordt teruggefloten. En dat gebeurt ook nu. Waardoor Frankrijk de bal heeft. Chris Jake ertussen. Het is allemaal niet inventief genoeg. Als Frankrijk nog een keer wil scoren, dan zal het moeten komen uit een standaard situatie. Of de ploeg zal een keer het geluk aan de zijde moeten hebben. Want laten we niet vergeten, in de eerste helft waren er best mogelijkheden om iets aardigs te doen. En toen ontbrak met name bij Elodie Tomis het broodnodige geluk wat je nodig hebt om een keer een treffer te creëren. Daly. En zo tikt de tijd langzamerhand weg. Een heel erg de indruk dat Frankrijk het vervelend vindt. Natuurlijk, verliezen hoort niet en is nooit leuk. Maar die indruk die krijg je er eigenlijk niet.
Poek krijgt nummer 4. De vierde kaart voor het doorhalen op de benen van Necip. Een kaart trouwens die zonder gevolgen blijft. Zoals het geldt voor alle speelsters die 4 die zijn bekeurd. Abdel Wahab. Ook even al een tijdje niks meer van gehoord. Heath. Lopez. Bijna Rosted gevonden. Via Poek wordt Long gevonden. Niet onaardig. En als die bal dan terechtkomt aan de rechterkant wordt het echt leuk bij Di Martino, maar dat gebeurt niet. Daou vindt nog een keertje Seniep en het is niks. Maar genoeg. Het scheelt niks. Ze kijkt eerst nog naar Courtier, haalt dan zelf uit. En dan wordt die bal niet aangeraakt uiteindelijk door de doelvrouw. En daardoor is het geen hoekschop. Voor Frankrijk. Rosted. Vastgehouden, niet gezien, maar dat was het wel degelijk. Een overtreding was er van Daly. Necip. De tijd begint nu echt te dringen. Voor Frankrijk, wat wel ruimte krijgt. En bovendien een kans. Een kans. Wat is dat toch daar voorin bij Frankrijk? Daou zoekt dan naar deze Tomis. Had dat nooit moeten doen. Had gewoon zelf moeten schieten natuurlijk. Dat weet ze zelf ook wel. Daou opnieuw. Misschien een herkansing. Wie weet. Dit is goed. Uitstekend gevonden. Die ruimte daar aan de rechterkant. Dan is de aanname niet goed. Dan is dit misschien de schotkans waar zij op wacht. En door die Tomis. Tomis. De laatste poging natuurlijk van Daly, scoorde al eerder in dit toernooi. Het zou aardig zijn als we er meer van dat soort momenten hadden gezien in de tweede helft. Momenten waarop Frankrijk dichterbij een gelijkmaker is. Kwam na een uur op achterstand en drong toch eigenlijk niet echt aan. Amerika lijkt op weg naar een nieuwe overwinning. Het begon 6 dagen geleden met een 2-1 overwinning op Congo. Toen een gewonnen duel tegen Argentinië en nu dit. Maar hij mag ook door met zijn Franse meiden, Stéphane Pilaar. De vraag is even hoeveel tijd erbij gaat komen. De nodige wissels natuurlijk in de tweede helft. Een paar blessures, dus er zouden wel eens 3 minuten extra tijd bij opgeteld kunnen worden. Door een 4 official
En ook dat is trouwens, het zal u niet verbazen, een vrouw bij deze wedstrijd. Drie minuten. Bij het balbezit voor Tina Di Martino en daar de kans en niet de goal. Rosted blijft staan op 1. Amerika ook. Een van de betere mogelijkheden in de wedstrijd. In de tweede helft. Rosted ineens. Dan zit daar Bouadi tussen. En ook in tweede instantie is het niet gegund aan de Verenigde Staten. Het zou betekend hebben dat Rosted zich ineens zou melden in de top van het topscorersklassement. Want ze staat nu op 2, was op 3 gekomen. En daarmee had ze goede zaken kunnen doen. Want nu, bovenaan het klassement. Geen Amerikaanse. Dat mogen duidelijk zijn, maar wel een Chinese en een Duitse. Ma Xiuxu. Dat is de Chinese. En Anna Blesse, de Duitse, staat ook op 4. Daarna een aantal spelers. 3 stuks met 3 treffers. De Duitse Baidamak. Maureen Eke uit Nigeria. En ook Cynthia Uwak uit Nigeria. Maar Rosted misschien nog een keertje. Nee, de bal van Di Martino haalt de doelmond niet. Delanoy ertussen, ten koste van een corner. Dikke minuut nog op de klok. Het is voor Frankrijk toch te hopen dat ze Duchère weer terug hebben in de volgende wedstrijd. Hoe ernstig is de blessure aan haar arm, aan haar onderarm? Die ook ontstond bij zo'n bal vanaf de rechterkant zoals nu. Rosted wil wel, maar komt niet tot een poging. Dit is Heath. En die zoekt het doel iets te veel naar links en iets te veel naar boven. Tobin Heath. Amerika gaat winnen van Frankrijk. De Fransen die toch weer een wat povere indruk maakte het grootste gedeelte van deze wedstrijd. En Amerika, ach, daar zit nog wel groei in. Die ploeg kan nog beter. Is fysiek wat verder, zo lijkt het, dan Frankrijk. De Franse dames laten zich iets makkelijker opzij duwen over de hele linie dan dat het geldt voor de Amerikanen. Het zit erop. 1-0 voor Amerika. Dat land mag verder. Vliegt naar Sint-Petersburg. En ontmoet het ontketende Duitsland. De ploeg die zoveel scoort. Frankrijk speelt tegen Zuid-Korea. En ook dat is geen makkie. Dank u wel voor de aandacht en voor het kijken. Goedenavond.